Maar dan kantelt de wedstrijd. Dit incident, is dit een overtreding van Emanuelsson? Ik vond de overtreding van Emanuelsson 100% geen. Ja, dat kan er wel zo zijn, maar die vrije trap wordt gegeven. En dan ontstaat er van alles en nog wat. De hoekschop. De val van Averlatse. Het opstaan van Averlatse. En het doelpunt van Averlatse, of toch niet? Ja, volgens grensrechter Brink. En let op Lindenberg. En dan nog een keer verhaal halen. Maar zit hij nou of zit hij niet? Wie levert het echte bewijs? Door de commotie die er dan ontstaat van wel of niet een goal, zijn we even de kop kwijt. Waardoor de organisatie bij een vrije trap niet 100% is. Nou, niet 100%, zeg maar gerust 0%. Je zo van de wijs laten brengen door natuurlijk wel wat warrige omstandigheden, dat mag toch eigenlijk niet. Zeker niet als je zo goed aan een wedstrijd begint. Maar Ajax heeft Wesley Sneijder in vorm en dan is het gewoon 2-2 bij rust. Niets aan de hand, zou je denken. Maar het verschil maakt Kenneth Perez. Want ja, die maakt twee wereldduties. Zo is het. Hier is Wereldbeauty 1. Dat vindt Kenneth er zelf van. Leuk. Nou, wij vinden het wel iets meer dan leuk. De tweede dan, die is zo mogelijk nog mooier, of niet, Kenneth? Leuk. Nou goed, bescheidenheid siert de goede voetballer, zullen we zeggen. Voor Ajax wordt het alleen maar treuriger. Zeker voor Olaf Lindenberg. Dit incident met Averlatse. Een elleboogstoot of niet, in ieder geval rood. En drie wedstrijden schorsing. Dat is een triest einde van een wedstrijd die zo mooi begon. Voor Ajax dan. Ja. Het is ook natuurlijk een beetje pech dat die grensrechter aangeeft dat het een doelpunt is. Nou, laten we maar even gaan kijken, want we hebben er een foto van. Dan kunnen we even met z'n allen gaan kijken of hij er nou wel of niet in zat. Als we deze foto zien, lijkt het... Ja, die heb ik ook gekregen vanochtend, maar ja. Ik heb sterk het idee dat het een gemanipuleerde foto is. Want van welke fotograaf? Er stond nog geen naam nou, bij. Nou, ik heb een fotograaf gisteren gezien, meteen in de rust. Kwam er een fotograaf naar mij toe en die had op zijn scherm... Ja, ik weet niet of je hem al op zijn scherm kan manipuleren. Maar die zei, liet deze foto zien. Ja, het was een fotograaf die ik niet kende. Wat? Het is ook een doelpunt. Het is een doelpunt? Ja. Ja. Ja, volgens mij zat hij ook, hoor. Nee, maar als je in de maat denkt en de lat is, zou ik maar zeggen, hier. Ja, de baan. Maar als de bal ervoor zit en je haalt hem weg... Dan raakt hij nooit de lat. Ja, dus de bal moet achter de lat zijn. En je haalt hem dan weg, dan raakt hij pas de lat. Dus maar we kunnen ook een boom opzetten over elektronische hulpmiddelen als het moet, hoor. Ja, maar die kloppen helemaal niet, hoor. Nou, liever niet. Dan zijn we helemaal niks meer te discussiëren. Okay. Nee, die kloppen helemaal niet.